Naast mij zitten Rocco en Rick. Jij bent Rocco en jij bent Rick. En jullie zijn allebei eigenaar van de Wilson Club in Haarlem. Hè? Ja. Dat is een van de oudste homocafés van Nederland. Maar het was niet alleen een homocafé, maar vroeger was het ook nog het cabaret van Frans en Fiet Koster. Adam en Eva. Het heeft een enorme historie. Maar even nog met de vingercamera. Kennen jullie de vingercamera? Ja, ik heb wel wat gezien inderdaad. Oh, ja. Oh, het is allemaal druk. Allemaal honden, blaffende honden ook. We beginnen helemaal. Ja. Het zit allemaal ruzie te maken. Jullie zijn allemaal knap. Hoe komt dat? Het valt mij af. Compliment. Dankjewel. Ja, hoe komt dat? Vraag het aan mijn ouders. Ja, die hebben ervoor gezorgd. Die hebben geknutseld. Ja. Het is goed gelukt. Ja. Dit is al een goede stemming. Ja. Sinds wanneer zijn jullie eigenaar van de... Want het was niet ooit ook failliet gegaan, Wilson Club? Klopt. Ja, het is, in augustus is failliet gegaan en daarna hebben wij het een doorstart kunnen geven. Oh. En we zijn nu 2,5 maand bezig. Het gaat goed. Ja, wat goed. Maar wat knap dat jullie dat dan... En wat moedig ook om dat te doen ook. Ja. Het kwam een beetje... We waren op vakantie en we wilden iets met z'n tweeën eigenlijk wel iets ondernemen, iets doen. En we zeiden zoiets van, stel je voor dat komt toevallig vrij, is het wat voor ons? En een dag later was het nieuws, was het fiet. Ja. Oh. En toen hadden ze iets van, ja, wat gaan we doen? Gaan we meespelen in het spelletje? Of is het misschien te vroeg? Of we zien het wel? En toch geprobeerd. En uitdagingen aangegaan. En we zijn nu nog jong en wij dachten van, ja, dit is onze kans. En je krijgt niet zoveel kansen in je leven. Dus waarom? Wat leuk, want jullie komen niet als zakenmensen over. Je komt, je zou het niet verwachten dat jullie... Nee, zo komt het over. Maar hoe oud zijn jullie dan? Nou, ik ben 22. En 32. 32. Ja. En hoe komen jullie dan het geld? Dat is een goede vraag. Ik heb heel lieve ouders. Ik denk, jouw ouders zijn ook heel lief geweest. En het was dit of een nieuwe auto. Ja. Heel veel spaarcentjes erin gestopt. Ja, al wat gespaard ook inderdaad. Ja. En daardoor konden we die doorstart maken. En eigenlijk door ook alles zelf te doen. Ja. We hebben eigenlijk niets ingehuurd. We zijn alles zelf verbouwd, alles zelf gedaan. Ja. Alle kleine uurtjes tot diep in de nacht doorgegaan. En toch een nieuwe swing eraan te geven, een nieuwe uiterlijk. Mooi. En waarom wilden jullie dat eigenlijk dan? Nou, we hebben elkaar daar ontmoet. Eigenlijk. Ja. Dat sowieso. En al onze vrienden komen daar en wij dachten van, ja, dit kan niet failliet blijven. Dit moet gewoon doorgaan. Het bestaat al zo lang, dus waarom niet? Maar hoe lang geleden hebben jullie elkaar ontmoet dan? Een jaar of drie? We hebben drie geleden ontmoet in de Wilsons. En het klikte meteen? Nee, toen keken we elkaar er niet aan. Nee, dat was helemaal niet interessant. Zo gaat het zwaar. Ja, precies. En anderhalf jaar geleden kwam ik je bij de Wilsons weer tegen. Ik dacht van, nou. Leuk. Goed. Maar is dan ook niet riskant, want dan kennen jullie elkaar nog niet zo lang, om dan ook meteen zakelijk samen te gaan? Dat is misschien riskant. Ja. Wij hebben alles heel zakelijk op papier gezet. Ja. Dus in zoverre van, stel je voor, het gaat fout. We hebben daar heel goed over nagedacht, hoe dus geldstroom gaat. Ja, maar ja, weet je, het is een leuk ding. We hebben daar heel veel lol. We zijn daar net begonnen. Ik zie het ook meer als een tweede huiskamer eigenlijk. Ja. Het is net of je je eigen huis gewoon verplaatst naar anderen, maar gewoon mensen waar de deur open staat. Dat ze gewoon bij je komen en zo voelt het ook en zo warm. Ja. En zo staan wij er ook in. Ja, dat hebben wij ook wel met het theater hier. Dus ik kan me dat wel begrijpen hoe jullie dat voelen ook. Want jullie werken allebei ook in de Wilson Club. Ja. Ja, en daarnaast. En daarnaast. Ja, het is geen inkomen voor ons op het moment. En we moeten daar gewoon, ik werk fulltime, hij werkt in de sluiterij erbij. Ja. En als wij nu daarvoor moeten leven, dan moeten we stoppen. Dus het is dan idealisme. Dus het is wel een stukje dat we denken van, het heeft 26 jaar bestaan. Het heeft bestaansrecht gehad en er zal echt iets zitten in de toekomst, maar daar moeten we wel even hard voor werken. En dat weet je bij een startende onderneming. Ja. Wat doe jij daarnaast dan? Ik ben restaurantmanager in een groot restaurant in Haarlem ook. Oh, ja. Wat een ster gekregen heeft ook. Hij had wel gehoopt. Hoe heet het restaurant? Restaurant Vis & Co. Ja. Vis & Co. Ja. Oh, maar dat is een heel bekend restaurant, want die hebben dus het woord, zeg het al, veel vis. Ook en co. En
En je werkt in de bediening daar? Ik werk in de service inderdaad. Ja, nou, de service. Ja, bediening, service, geef het beestje een naampje. Leuk, dat vinden we. Hij leidt het een beetje een goede baan. Als je hem wil ontmoeten, dan moet je dus naar Vis & Co gaan. En de Wilsons. En de Wilsons, ja. Dan heb je het wel een zwaar leven toch dan? Het is even zwaar. Maar het is, je werkt leuk op je ene werk, je werkt leuk op je andere werk. Ja. En ik denk dat jij dat ook heel erg hebt. Ja. Als het van jezelf is, is het toch leuker werken dan dat je voor een baas werkt. Je hebt daar minder moeite mee en het gaat gemakkelijker. En ik ben meer bereid om daar uren in te stoppen. Kijk, heb je daar mensen. Dag. Zij zijn van de Wilsons. Ja, dat is wel leuk. En tot hoe laat zijn jullie open dan? Tot 4 uur 's nachts in het weekend, op vrijdag en zaterdag. Oh ja. En heb je ook wel eens lastige klanten? Zelden. Ja, dat valt mee. Zelden. Ja, bijna niet. Nee, het is toch wel, we zijn er ingestapt en heel gezegd van iedereen is welkom, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Ja. En dat dekt toch een bepaald publiek. Ja. En die ook zichzelf kan en wil zijn. En dat zijn niet mensen die, op een of andere manier mensen die lastig zijn. Nee. Dat is heel raar. Ja. We hebben heel weinig, wat niet eigenlijk incidenten. Nee. Nou, dat is wel mooi. Ik heb er vroeger, denk ik, over 30, 40 jaar geleden opgetreden nog in de Wilson Club. Dan moest je, dat doe ik tegenwoordig niet meer, maar in het drankenhok moest je verkleden. En dan buitenom in de steeg en dan weer pontificaal binnenkomen. Maar het was een hele leuke sfeer. Ja. En het is een van de weinige homoclubs in Amsterdam, in Haarlem ook. Hè? De enige. De enige, zie je wel. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Bedankt dat je het hebt willen vertellen. Ja, heel veel succes met de club. En ik hoop dat het een groot succes wordt. En als je zin hebt om in Haarlem uit te gaan, ga dan gewoon naar de Wilson Club. Misschien ga ik bij mijn vrouw Geurtie wel eens er naartoe. Wat een sympathieke jongen zijn dat, hè? En wat een mooi idealisme om zo'n historische homo-kroeg nieuw leven in te blazen. Niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar gewoon handen uit de mouwen. Nou.